Ja, vanavond is een speciale wedstrijd. Ik speel tegen mijn oude club, VCN, het eerste damesteam, waar ik zelf ook 3 jaar heb gespeeld. En dit is het eerste jaar dat ik daar weg ben en dat ik tegenover ze in het veld mag staan. Ik denk dat ik vooral heel leuk heb en fijn dat ik weer in die hal ben, vooral als ik er weer aankom, want ik heb daar zoveel tijd doorgebracht. Maar mijn eerste focus is wel echt, ik ga die wedstrijd spelen, ik moet die wedstrijd winnen. Maar ik weet ook dat hun een hele goede defense hebben, dus het niet makkelijk is om de bal op de grond te krijgen. Dus er gaat veel rallyspel ontstaan waar wij echt de rust moeten bewaren om niet te denken, oh, waarom komt die bal nou niet op de grond, maar echt slim en tactisch moeten blijven spelen en onze kans afwachten. En dat we zo de punten binnen moeten slepen en uiteindelijk ook de wedstrijd. Gewonnen tegen mijn eigen oude club, dus ik moet zeggen, het was een leuke wedstrijd, ook omdat het spannend was. Dus zij kwamen ook echt goed terug steeds en waren snel erbij. Goede defense hadden ze. En ja, ze hebben het ons lastig gemaakt, maar toch hebben we eruit kunnen slepen met 3-0, dus nog steeds ongeslagen. Voor de wedstrijd even snel met meiden, gewoon een paar blikken, even lachen en zo. Maar ik probeer me dan ook echt wel een beetje afstand te houden. En dan na de wedstrijd, zoals nu, dan kan ik echt even naar ze toe, even knuffelen en gezellig doen. Af en toe wel even oogcontact, zeg maar. Je praat niet echt, maar ja, ik kan wel een beetje signen natuurlijk. Ook dat we elkaar hebben afgelokt, dat is natuurlijk ook wel wat je wil, maar ja. En er zijn kipnuggets verdiend, want ze blokte mij af op mijn hoofd. Ik heb kipnuggets verdiend, want hij kwam op haar hoofd.